We gaan mokka-extract maken. Mokka-extract gebruiken banketbakkers om hun botercrème op smaak te brengen. Iedere banketbakker die koopt mokka-extract, want dat wordt speciaal door een bedrijf gemaakt, koffiebonen gebrand met donkerbruin, bijna zwarte suiker. Ik heb het in mijn leerlingentijd meegemaakt dat een banketbakker hetzelfde maakte, zelf maakte. En dan stond die bakkerij, die was helemaal zwart van de rook. Dat was echt ongelooflijk. Dan werd het fijn gemalen en dan moest het door een theedoek heen lopen, want andere middelen waren er niet. Nou, dat kunnen we natuurlijk allemaal thuis niet doen. Stella die heeft een kopje zeer sterke espresso gemaakt. Ik heb hier een eetlepel Nescafé. Gaat erin. Dat lost uiteraard op. En een eetlepel bruine bastard. Dat is heel simpel allemaal. Kijk, dit meng je door. En hier kan je mokka-crème van maken. Het duurt even. Dus na een uurtje is dat opgelost. Ik had natuurlijk al gemaakt. Kijk, en dat ziet er dan zo uit. En dus met een klein scheutje kan je botercrème op smaak brengen. De suiker en de Nescafé die moeten nog oplossen. En hier heb ik de variant. En dat is een paar uur geleden gebeurd. En dat bewaar ik gewoon in de koelkast. Onbeperkt houdbaar. Nescafé, een kopje zeer sterk espresso en een eetlepel bruine bastard. En die bruine bastard zorgt er weer voor dat er niets met gebeurt. Dat gaat niet schimmelen of wat dan ook. Het gaat wel fout als je crème aan het maken bent en er komt een beetje botercrème in dat potje omdat je slordig werkt, ja, dan gaat het fout. Dus zorg dat er nooit iets bij komt. Dat geldt voor alles, voor jams en zo. Zorg dat het schoon blijft. Want als er andere dingen bij komen, dan gaat het fout. Mokka-extract. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.